heren, welkom op de persconferentie na de wedstrijd Roeselare-Serein United. Match geëindigd op 2-0. Nous commençons l'analyse du match avec l'entraîneur des visiteurs, monsieur Mercier. Ouais. D'accord, bah déjà félicitations à l'équipe de Roulers. Je crois qu'elle a provoqué son destin ce soir. Je crois qu'elle en voulait plus que nous. Sur la première mi-temps, Roulers ne vient pas trop nous chercher. Nous, on est manque de lucidité. On donne les ballons, on jette les ballons un peu devant alors qu'on devait garder un petit peu plus la maîtrise des événements et peut-être faire tourner davantage. Et beaucoup d'approximations, manque de maîtrise en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a essayé de resserrer un petit peu. On a eu des moments très chauds contre nous. Notre gardien a touché deux fois le ballon qui sont allés sur la barre. Et on pensait que le moment chaud était passé. À 4 minutes de la fin, je disais sur le banc de touche que je serais très content de venir prendre un point ce soir. Et je crois que dans la volonté, dans l'envie, Roulers c'était un cran au-dessus ce soir et logiquement a gagné le match. Ok, merci. Frankie, moet verschrikkelijk veel deugd doen. Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat iedereen die met Roeselare te maken heeft, had nood aan 3 punten. Dat heb je ook wel gezien. Hè. De ontlading bij de 1-0 was bij iedereen enorm groot. Dat wil 2 zaken zeggen. Dat iedereen volledig voor gegaan is en dat we een groep zijn. Want je zag dat iedereen bij de 1-0 gewoon naar Stevie liep, ook de bankzitters. Het publiek was uitzinnig, dus iedereen wilde die 3 punten. En het was hoog tijd, hè. 3 thuiswedstrijden, 0 punten. Ja, dat doet pijn. Hè. Je wil de mensen hier ook wel eens iets geven. En bovenop de 3 punten hebben ze ook een goede prestatie gezien, denk ik, van ons. Omdat wij absoluut Serijzen, wat ik dan vind, zijn sterkste punt niet wel laten spelen. Dat is de omschakeling. Daarom dat we goed in blok zijn gebleven. Goed gewacht hebben om zelf op de tegenaanval te kunnen spelen. De eerste helft hadden we misschien al kunnen scoren. De tweede helft begon Serijzen. Ze willen ons een beetje uit ons tent lokken. Een beetje meer achterin de bal houden met... Die Kaba die wat meer uitzakt. Maar we hebben ons daar niet laten aanvangen. We hebben geduldig gewacht. En telkens dat we de mogelijkheid hadden, hebben we met goede aanvallen kansen gecreëerd. Maar we wouden aanvankelijk niet in. Met de keeper die een paar keer goed tussen beiden kwam. Een bal op de lat, bal op de lat, bal op de paal, nog eens op de lat. Dus en dan denken, het is weer niet voor vanavond. Hè. Het zal... En dan... Ben je bang? Denk je van, ze gaan 1 kans hebben en het zal bingo zijn. En ze hebben die kans gekregen, maar Gilles zat er goed tussen. Stel je voor dat het daar 0-1 wordt, dan was het hier nu een groot drama. En nu is het toch wel, ik ga niet zeggen een groot feest. Want uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen. Hè, gezien onze stand, dat was winnen. Laten we zeggen, een gewoon feest. En iedereen moet er gewoon ontzettend hard van genieten van deze overwinning. En dan vanaf, ik heb de jongens vrijgegeven, ik vind dat ze absoluut verdienen. En vanaf dinsdag, we spelen pas zondag, vanaf dinsdag ons voorbereiden op de volgende wedstrijd. Het eerste overwinning, ja. Maar je haalt het zelf aan, werd zeker ook heel goed gevoetbald bij momenten. Ja. We hadden, laten we zeggen dat alle wissels die we doorgevoerd hebben, en dat waren er toch heel wat in het elftal, die zijn gewoon, ik wil daarom geen pluimen op mijn eigen hoed steken, maar die zijn allemaal goed uitgedraaid. En Marcos bracht meer rust en voetbal op het middenveld, precisie. Achterin de jongens die daaraan gespeeld hebben, Jeroen, zijn positie van vorig jaar bij Westerlo, deed het gewoon goed. Kjetil speelde heel goed. Heel goed. Ja, dat is eigenlijk. En ook Carlo heeft zijn wedstrijd gespeeld, dus. Dus dat is allemaal goed uitgemeld. Want dat is natuurlijk een risico dat je neemt. Maar op een bepaald moment, als je 5 keer na elkaar verliest, dan moet je natuurlijk wel iets gaan doen. En dat is gewoon fantastisch uitgedraaid.